happy is the mother who bore you and nursed you? Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it? Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, "The word of the Lord is flawless. Your word, O Lord, is eternal." Jesus himself said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now, those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him." This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart.
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, "My sheep recognize my voice. I know them, and they follow me." In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. We kunnen niet zonder u. Gezegend is de moeder die u gedragen en gevoed heeft. Meer gezegend zijn zij die het woord van God horen en gehoorzamen. Leer ons bidden, net zoals Johannes zijn leerlingen leerde. Als jullie bidden, zeg dan: Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, zoals in de hemel worden uw wil gedaan op aarde. Geef ons elke dag het brood dat we nodig hebben. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een ieder vergeven die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Red ons uit de greep van het kwaad. Lang geleden schreven de profeten in Gods woord dat God de Messias zou sturen om zondaren te redden en hen te verzoenen met God. Het leven van Jezus laat duidelijk zien dat hij inderdaad deze door God beloofde redder van de wereld is. De profeet Jesaja schreef: "Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren." En dat gebeurde. God koos Maria uit, zij was nog maagd, om door zijn kracht zwanger te worden. Uit haar werd Jezus geboren. Het wonder van zijn geboorte, zoals het geschreven is in Gods woord, was Gods teken dat dit kind de Messias was. Hij wordt door God zijn eigen zoon genoemd. Als mensen Jezus zagen, dan zagen ze het karakter en de kracht van God. Hij genas de mensen en vergaf hun zonden en hij beloofde hen een plaats in zijn eeuwig koninkrijk. Jezus offerde zijn leven volkomen vrijwillig en droeg de straf voor alle mensen. Toen werd hij weer levend en liet hij zien dat zijn kracht groter is dan de kracht van de dood. Jezus de Messias zei: "Ik heb de kracht om mijn leven te geven en het weer terug te nemen." Het leven van Jezus kwam precies overeen met wat de profeten hadden geschreven over het leven van de Messias. Het bevestigde: Gods heilig woord is waar en onveranderd. Zoals de profeten verklaren: "Het woord van God is zuiver. Uw woord is eeuwig, o Heer." Jezus zelf zei: "De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen nooit eindigen." In het begin schiep God Adam en Eva opdat ze gelukkig zouden leven in zijn tegenwoordigheid.
maar ze vertrouwden God niet en waren ongehoorzaam aan zijn opdracht. Hierdoor konden ze niet langer in zijn nabijheid leven. In de Bijbel staat geschreven dat alle mensen hebben gezondigd en het gevolg van zonde is dood. Zondige mensen kunnen niet leven in Gods tegenwoordigheid. Maar zoals God voorzag in een ram om te sterven in de plaats van Abrahams zoon, zo zond God Jezus de Messias om te sterven in de plaats van Adams nakomelingen. Zijn leven, dood en opstanding herstellen de relatie tussen God en alle die hun vertrouwen op hem stellen. Petrus zegt, Jezus is degene over wie alle profeten gesproken hebben. Zij zeiden dat God de zonde vergeeft van iedereen die in hem gelooft. Daarom zullen zij die Jezus volgen, ontkomen aan het oordeel om voor altijd met God te leven. Toen Jezus was opgestaan uit de dood, zei hij tegen zijn volgelingen, mensen zullen in mijn naam aan alle volken verkondigen dat God de zonde vergeeft van hen die berouw hebben en terugkeren naar hem. Ook zei Jezus dat hij de Heilige Geest zou sturen om altijd bij zijn volgelingen te zijn, om hen de waarheid te laten zien en kracht te geven Gods weg te gaan. Toen de zondige vrouw spijt had over haar zonde, ging ze Jezus volgen. Jezus zei tegen haar, je zonden zijn je vergeven, je geloof heeft je gered. Jezus zei ook dat je van God gaat houden als je weet dat hij je zonde heeft vergeven. Jezus de Messias riep de mensen op hem te volgen. Toen de misdadiger aan het kruis in Jezus geloofde en aan Jezus vroeg hem te redden, zei Jezus, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Zij die een beslissing willen nemen om Jezus te volgen, kunnen bijvoorbeeld dit gebed meebidden. Almachtige God, ik dank u dat u van mij houdt. Ik weet dat ik eigenwijs en ongehoorzaam ben geweest en tegen u heb gezondigd. Heer Jezus, ik heb u nodig. Dank u dat u ook voor mijn zonde aan het kruis stierf en dat u bent opgestaan uit de dood. Ik dank u dat u mijn straf droeg voor de zonde die ik heb begaan. Ik open de deur van mijn leven en aanvaard u als mijn verlosser en Heer. Ik wil u volgen en gehoorzamen. Ik dank u dat u mijn zonde hebt vergeven en de weg voor mij hebt geopend om voor altijd met u te leven. Wilt u mij uw Heilige Geest geven om voor altijd met mij te zijn en mij vanaf nu te leiden? Wilt u mij helpen om zo te veranderen dat ik kom tot het doel waarvoor u mij gemaakt heeft? Ik dank u dat u mij hoort en ik er zeker van mag zijn dat u in mijn leven komt. Amen. Jezus zegt over zijn volgelingen, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. De volgelingen van Jezus komen samen met anderen die van hem houden. Ze praten elke dag met hem. Ze lezen aandachtig zijn woorden in de Bijbel. Ze willen zijn voorbeeld volgen en vertellen anderen over hem. Jezus wijst hen de weg en geeft hen kracht door Gods geest die in hun harten woont. Zij houden voor ogen wat Jezus tegen zijn volgelingen zei toen hij terugging naar de hemel. God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Wees er zeker van dat ik altijd bij je ben, tot aan de voleinding van de wereld.